Goedenavond kijkers. Op dit moment bevinden we ons in Drimmelen voor de jaarlijkse roeiregata. En voor de mensen die het nog niet weten, die gaat van hier van de Oude Haven richting het noordelijke. Het gaat van de Plomp of het gaatje van de Gester, Sloot van Sint-Jan, via de Spijkerboord terug hier in de haven van Drimmelen. En de organisator is Manix Thijssen en ik ga maar enkele bijzonderheden aan hem vragen. Goedenavond, Manix. Goedenavond, hoi. Hey, dus hoeveel keer is dit dat je het organiseert? Het is voor mij de tweede keer dat ik het organiseer. En het is voor dit jaar de 27e keer dat het wordt gehouden. Oké, okay. Dat is toch wel redelijk wat, inderdaad. Ja. Hoe gaat het in zijn werk? Hoe gaat de start? Zit het allemaal in een klutje weg of wat doen jullie daar? Nee, we hebben een startlijst gemaakt waarin we hebben gekeken dat de mensen steeds om de 2 minuten vertrekken. Dus het is hier steeds één voor één eigenlijk vertrekken, waarbij er steeds 2 minuten tussen zit. Ja, ja. En liggen ze dan ergens vast of worden ze vastgehouden of is het een bepaalde plaats? Nee, het is dat je gewoon vanaf hier, vanaf de kade start en dan wordt er afgeteld en dan bij nul ga je gewoon wegroeien. En dan ga je gewoon roeien? Ja, ja. En dan... Ja, dan is natuurlijk de eerste die binnenkomt, die heeft altijd nog niet gewonnen. Nee, zeker niet. Nee, dus mijn tante en Lisbeth Dilven, die houden de tijd heel goed bij op een stopwatch. En dan later wordt dat dan teruggerekend wat de exacte roeitijd per roeier is. Oké, okay, en zijn er wel eens wat opstoppingen in de Biesbos? Want ik kan me voorstellen, als ze bij de brug van Sint-Jan komen, dat het toch wel redelijk verkeersgeregeld moet worden daar. Ja, er zijn hele leuke foto's ook inderdaad al van, dat er echt mensen daar willen inhalen op een plek waar het helemaal niet kan. Wat je ook vaak ziet is dat je, omdat je met die roeispanen helemaal niet onder die brug door kan, dat je ze even in moet trekken, dat je dan bijna achterstevoren die brug onderuit komt. En dan beland je wel eens in het riet met de boot. Ja. Dus dat zijn al hele mooie situaties geweest in het verleden inderdaad. Nou, we gaan het zien vanavond, het lijkt me best leuk. Maar nu komen ze wel, nou is het finishen. Hoe gaat dat dan? Aantikken, het is bij het zwemmen of hebben jullie een denkbeeldige lijn? Ja, nee, dus inderdaad aantikken hier op de wal en dan daarmee wordt de tijd dan stopgezet. En op die manier weten we wat de tijd is. Ja, het komt ook niet op de 10e seconde nauwkeurig natuurlijk. Omdat je er toch bijna 2 uur over doet. En op die manier proberen we het toch zo eerlijk mogelijk bij te houden. Ja, ja. Maar het is ook natuurlijk, ik begrijp het ook wel een beetje, je hoort het is sportief, maar sportief gezellig. Ja, zeker. De prijsuitreiking met het bijbehorende feestje is een vast onderdeel van de roeiregatta. Ja. Dus iedereen die meedoet, die wil ook echt winnen. En die gaat er ook 100% voor. Maar daarna is natuurlijk ook gewoon de gezelligheid die heel belangrijk is. Ja, ja, zo hoort het ook. Hè. Je moet ervoor gaan. Maar goed, wij gaan het beleven. Ja. En wij zullen met de camera's de vloot volgen. Ja. En we zullen het zien. Dankjewel. Ik vind het heel leuk dat jullie er zijn. Dankjewel. 10, 9, 8, 7... 6, 5, 4, 3, 2, 1, zo! Kom eens goed, hè? Ja, het schiet alleen niet op. Ja, je bent er allemaal al over gestoken. En alle beginnen is moeilijk, hè? Als je nu een keer bezig bent, dan gaat het vanzelf. Ik hoop het. Uit de spannen! En weer door. En weer door. Je bent wel goed in de aanmoediging. En weer door. Blijven jullie maar lekker rustig.
Zijn we er bijna? Ja, we zijn er bijna. Nog een klein stukje. Oh, gelukkig. Het verste stuk hebben we gehad, zeg maar. Ja. Ja. De haven in zicht, hè? De haven in zicht, ja. Kom maar wel. Ja. Maar is het nou niet moeilijk zo achteruit varen? Nee, joh. Dat gaat beter? Dat gaat beter, ja. Maar je kunt er niet zien waar je naartoe gaat? Nee, je moet één keer achterom kijken. Ja. En dan weer naar voren, en dan pak je de boom in de rechte en dan gaat hij in de rechte lijn. Oké. Okay. Dat is handig. Ja. Dus je hebt vaker gegroeid dan? Ja. Ja? Jaar, hè? Elk jaar? Ja. Maar... elk jaar één keer. Ja, oké. Okay. Maar heb je hiervoor moeten trainen? Nee. Dus je gaat gewoon ongetraind gewoon even zo eventjes een tochtje doen van 10 kilometer? Ja. Oké. Okay. Ja. Knap. Maar voel je dat niet in je armen? Nee. Nee? In mijn billen. Ja, oké. Okay. Ja. Mooie spierpijn, denk ik. Die kans zit er wel in, ja. Ja. Waar doen we maat toch op mee, boy? En dan nu naar de prijsuitreiking. We beginnen bij de categorie Heren Solo. En dat was eigenlijk dit jaar een makkelijke categorie. Want als er maar eentje meedoet, dan word je vanzelf winnaar. En dat is in een tijd van 2 uur, 8 minuten en 14 seconden Paul Schippers. Waar is Paul? Ah. En als er niemand in jouw klasse mee durft te doen, hè, word je vanzelf eerste, hè? Ja, ja. Dan gaan we nu naar de categorie gemixt duo. En helaas was er een koppel die heeft opgegeven, dus die hebben we ook niet gewonnen. De winnaars in de categorie gemixt duo zijn Alfons en Rivka Verhallen in een tijd van 2 uur, 19 minuten en 45 seconden. En dan komen jullie natuurlijk ook weer op de beker, hè? Dankjewel. Oh, wacht Paul, ik ben iets vergeten aan jou. Ook de beker natuurlijk. Even kijken, waar is die? Heren Solo. Of... dat is deze. Paul, waar ben je? Sorry jongen, pas vergeten. En dan gemixt duo, dat is deze. Iets voor jullie, alsjeblieft. Dankjewel. Okay.
even kijken. Dan gaan we nu naar de klasse dames duo. En ook daar was er maar één boot. En dat was natuurlijk in een tijd van 2:26:51. Angela van Oorschot en Tessa Rullens. En dan gaan we nu toch wel naar de, misschien wel, in ieder geval de drukst bezette categorie dit jaar. De heren duo. De winnaars van de 27e Drimmelense Roeiregatta bij de heren duo zijn geworden in een tijd van 1:48:58. Luc en Alex. Waar is mijn maat?